De regering heeft nog wat werk te verzetten als het aankomt op een voorlichting over het COVID-19-virus. Dit zegt minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij is afgelopen donderdag positief getest op het virus en is nu thuis en is nu in thuisquarantaine. Naast Abiyamofo zijn nog 8 ministers positief getest. Ook hebben enkele medewerkers van de bewindsman het virus opgelopen. In de virtuele raadsvergadering vandaag is aangegeven dat de gezondheidssituatie van alle besmette ministers stabiel is. Maar ook voor wat betreft de handhaving van de maatregelen. Nog vaak komt het voor dat mensen de maatregelen niet zo nauw nemen. Toevallig hebben ze allemaal meegedaan vandaag. Aan de vergadering en aan het begin van de vergadering was er een moment waarbij ieder kon aangeven wat de gezondheidssituatie is en ik ben heel content, heel blij mee te hebben vernomen dat een ieder het naar omstandigheden goed maakt, althans de mensen die besmet waren slash zijn met het coronavirus. Door de besmetting van enkele ministers vindt de wekelijkse raadsvergadering nu virtueel plaats. Abiyamofo heeft geen idee wanneer de Raad van Ministers weer fysiek zal vergaderen. We leven in 2020 in een wereldwijde COVID-pandemie. Misschien is dit het nieuwe normaal, we weten het niet. Maar in elk geval, waar ook ter wereld je bent. Je hoeft niet afwezig te zijn, je kan gewoon inloggen. Dus ik vind het ook een efficiënte manier van vergaderen hoor. Dus ja, misschien wordt dat het nieuw normaal, ik weet het niet. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. We spraken hem vanmiddag over zijn gezondheidssituatie.